Het gehele universum wordt steeds meer rommelig, meer wanorde. Dat is een basiswet van de fysica. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. En vandaag zijn we te gast op de campus Arenberg van de KU Leuven. Want hier zitten alle natuurwetenschappers en dus ook professor Christian Maas. Christian is theoretisch fysicus. Dat is iemand die zich bezighoudt met wiskundige wetten die beschrijven hoe de wereld en het universum in elkaar zitten. De ideale man dus om ons antwoord te bieden op de vraag: waarom wordt ons universum steeds chaotischer? We zijn gewoon om over fysica te denken als een verzameling wetten. Vaststaande, absolute wetten die altijd en overal geldig zijn en die altijd geldig zijn in de zin dat er geen uitzonderingen zijn. En we denken bijvoorbeeld aan de wet van de zwaartekracht. Dingen vallen op aarde met een bepaalde snelheid en je kan die trajecten berekenen. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw werd een nieuwe soort fysische wetten beschreven, waaronder degene die stelt dat alles in het universum steeds rommeliger moet worden. Dat fenomeen noemen wetenschappers entropie. Eigenlijk een beetje een moeilijk woord voor chaos. Entropie duiden we meestal aan met de letter S. En de verandering van entropie, dat zal de D zijn. Entropie schrijven we zo. En de tweede wet van de thermodynamica zal ons dan zeggen dat die verandering van entropie nooit negatief kan zijn, dat die altijd stijgt met andere woorden en streeft naar een evenwicht voor zover het gesloten, geïsoleerde systemen zijn. Dus dat betekent dat niet alleen op aarde, maar ook in het hele universum de totale chaos, de totale wanorde, steeds toeneemt. En dat fenomeen is overal om ons heen zichtbaar. Voorbeelden waar we die wet van de entropie in actie zien, die vinden we typisch in ons dagelijks leven. We gaan naar de keuken. We treffen daar mogelijk een keukentafel wanordelijk aan na het ontbijt. Maar voor het eten hebben we misschien nog dingen klaargemaakt. We hebben het ei gebroken, in de pan gelegd, iets gebakken. Deze dingen zijn allemaal onomkeerbaar. Een ander voorbeeld is een flesje parfum. Kijk eens hoe mooi geordend dat het parfumwater in het flesje zit. Mensen hebben er veel tijd en energie in gestoken om dat te maken. Maar ik kan het gemakkelijk verspillen. Ik kan het spuiten, ik kan de vensters, de ramen openzetten en het zal naar buiten gaan en het parfum zal zich verspreiden over de kamer en dan buiten. Voor ik het parfum spuit, weet ik precies waar het is. Het is hier in het flesje. Wanneer ik het spuit, gaat het alle kanten op. Het is in deze hoek van de kamer, maar ook in de andere hoeken. Het is overal in de kamer en de vensters open, gaat het gewoon naar buiten. Overal zal het zijn en zal de vrijheid van de ruimte benutten. En op die manier de meest wanordelijke toestand innemen door overal tegelijk te zijn in plaats van gedwongen in een flesje. Eens de geest uit de fles is het veel moeilijker om het er terug in te krijgen. Daarom ruik je een parfum, als je lang genoeg wacht, op den duur niet meer. Zelfs als je heel de kamer vol spuit. Het lijkt alsof het weg is, maar het is niet weg. Al die deeltjes blijven wel ergens hangen en kleven aan de luchtdeeltjes. Maar de intensiteit van de geur gaat verloren. Het is wanordelijk verspreid geworden, doet zijn werk na een tijdje niet meer, omdat het zo wanordelijk gehomogeniseerd is in al de lucht van de kamer en buiten. Dit is wat er gebeurt in de tweede wet van de entropie. De tweede wet van de thermodynamica, of ook wel gewoon de wet van de entropie genoemd. Die zegt dat alles beweegt richting meer wanorde of chaos. Dat betekent dus niet alleen dat mijn ontbijttafel of bureau vanzelf rommelig wordt, maar ook de aarde als geheel en uiteindelijk het hele universum. En dat gaat ook over energie. De totale hoeveelheid energie in het universum raakt steeds meer en meer verspreid. En dat wil dus ook zeggen dat de bruikbare energie steeds moeilijker te vinden is. Denk over de parfum als een soort van gebalde vorm van energie, niet noodzakelijk deeltjes. Energie die precies gemaakt is om te doen wat het kan, een machine te laten draaien bijvoorbeeld. We gebruiken het, allerlei dingen gebeuren. De energie gaat niet noodzakelijk verloren, maar die wordt getransformeerd in warmte, in vormen die niet meer bruikbaar zijn.
In theorie kan er ook spontaan weer meer orde ontstaan. En toch gaat dat vrijwel nooit vanzelf gebeuren. En dat heeft alles te maken met statistiek en het tellen van alle mogelijkheden. Kijk, een prachtig opgeruimd klaslokaal. Alles perfect netjes. De stoelen helemaal op orde. De papieren, één stapeltje, netjes op het bureau. Ik heb hier nog een extra papiertje. Wat kan ik doen? Vele dingen. Ik kan het scheuren, ik kan het overal leggen, ik kan het rondgooien. Op vele manieren. Maar er is maar één manier om de kamer helemaal op orde te houden. En dat is als ik het perfect hier zou liggen. Maar een kleine misser en het is voorbij. Een ander voorbeeld van de tweede wet en de altijd durende stijging van entropie is de Rubik's Cube. Om die zelf te maken, daarvoor heb je intelligentie nodig. Daarvoor heb je vaardigheid nodig en goede boterhammen om te eten. Maar om het kapot te doen, om het wanordelijk te krijgen, heb ik niks voor nodig. Ik draai zonder dat ik er naar kijk en het wordt helemaal wanordelijk op de kortste keren. Omdat er heel veel mogelijkheden zijn om het wanordelijk te krijgen, maar slechts één mogelijkheid om het helemaal juist te krijgen. Een glas is een geordend systeem van veel kleine glasdeeltjes die samen een kuipje vormen waar we bijvoorbeeld water in kunnen doen. Er zijn maar een beperkt aantal manieren waarop glazen in elkaar kunnen zitten, maar vrijwel oneindig veel manieren waarop we ze kapot kunnen maken. Net zoals het kan en absoluut verenigbaar is met alle wetten in de fysica, dat het gebroken glas met het verspilde water terug geheel op de tafel springt. En mooi als een glas met water op de tafel staat. Dat kan, behalve dat de waarschijnlijkheid daarvan ontzettend, ontzettend klein is. Zo klein dat we het in de tijd van de leeftijd van het universum nooit zullen meemaken. Maar wacht, er is één ding dat ik nog niet snap, want na het eten is mijn keuken vaak één grote rommel, inderdaad. Maar ik kan die toch ook gewoon weer opruimen. En die Rubik's Cube, sommige mensen slagen er wel degelijk in om die op te lossen. Klopt de wet van de entropie dan wel? Komt er dan toch niet soms meer orde in het universum? Nee. Als je nu je tafel, je keuken, je huis opruimt, dan lijkt het wel alsof je lokaal aan het ordenen bent. Maar wie weet gebruik je een schoonmaakproduct of een vod. Die maakt de vod vuil. Je begint te zweten. De kruimels gaan ergens anders. Dus de wet van entropie is iets wat voor een gesloten, geïsoleerd systeem is. Maar er zijn deelsystemen waar je het wel kan hebben dat de entropie daalt. Nu vraag ik me af. Als die chaos, de totale entropie, alleen maar kan stijgen, waar eindigt dat dan? Als alle energie en alle deeltjes zich steeds verder en verder verspreiden in het universum, hoe ziet de verre toekomst er dan uit? Men spreekt soms over een hittedood. Dat betekent over vele miljarden van miljarden van miljarden jaren zal die entropie verder en verder toenemen en zal alles in zekere zin opgaan in de meest saaie objecten, de hoogste entropieobjecten in het universum die we nu al bestuderen, dat zijn zwarte gaten, en verder verdampen en meer hogere entropie gaan vormen. Als entropie steeds stijgt, dan betekent dat ook dat de totale entropie vroeger veel lager was. Was materie en energie bij het ontstaan van het universum dan veel meer geordend? Nu, als je kijkt naar het hele kosmologische verhaal, dan komen we natuurlijk in een domein waar er heel veel vragen zijn. Het is niet correct om te zeggen dat we precies weten hoe het daar zit. We zitten daar met heel veel vragen. Maar een standaard kosmologisch beeld is dat van wat we noemen tegenwoordig de beeld van de Big Bang. Big Bang is geen explosie of verwijst niet noodzakelijk naar een begin. Helemaal niet, daarvoor is er helemaal geen evidentie. Maar we kunnen wel spreken over een toestand van het universum, zeg 13,8 miljard jaar geleden, voor zover we weten, waar de materieinhoud van het universum samengevat kan worden als hot and dense. Dat betekent heel warm en heel dicht bij elkaar. En veel kleiner in zekere zin. Wow, super interessant, zo'n les hardcore theoretische fysica. Ik onthoud vooral, het is niet mijn schuld als mijn kamer één grote chaos is. Het is gewoon een wet van de fysica.